Wat doe ik hier dan? Ik kom hier toch niet voor de gezelligheid? De rubriek Schaam me kapot. Wanneer heb je je voor het laatst knijterhard geschaamd? Ja, ik schaam me best wel vaak. Het meest recent om het feit dat ik bijna flauw viel bij de tandarts. Mijn verstandskies moest worden getrokken. Ja, ik dacht dat ik het wel aankon, maar op een gegeven moment kwam ze met Dextro Energy blokjes en moest ik zo in mijn handen knijpen omdat ik blijkbaar helemaal wit wegtrok. En toen ik omhoog kwam, toen viel ik ook bijna weg. En ja, als volwassen man is dat toch niet echt iets om trots op te zijn. Ja, ik ben gewoon een jankert. Naalden, ja, oh, bloed. Oh. Oké, volgende. Tinder-trauma. Wat is de kutste date waar je ooit op bent geweest? Ik ben ooit op een date geweest, was wel voor de tijd van Tinder, in mijn Rotterdamse studententijd, met een meisje die niet had verteld dat ze helemaal niet vrijgezel was. Aan het eind van de avond, terwijl ze mij best wel signalen had gegeven, kwam de aap uit de mouw, namelijk dat ze gewoon een vriend had. Toen heb ik iets gedaan wat me nog steeds blijft achtervolgen, omdat mijn vrienden er nog steeds mij belachelijk om maken. Heb ik gezegd, ja, maar dan gaat de rekening wel door twee. Zei ze, nou, dat jij de rekening niet wilt betalen alleen maar omdat ik een vriend heb. Ja, wat doe ik hier dan? Ik kom hier dan niet voor de gezelligheid? Vond ik echt misdadig.